18, een vintage winkel. Blauw is ook wel lachen. Oh, wat leuk. 1 minuut in deze winkel. Allebei Spencer gevonden. Oh my god. Dit is de trend voor het aankomende jaar weer. Ik ben verliefd. Good morning. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben blij dat je er bent. Vandaag ga ik naar Amsterdam. Heel veel zin in. Ik ga daar meet met hem mee. En we kunnen weer. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Is zo'n co-ord set. I love it. Oké, ik ben er klaar voor. Ik moet zeggen dat ik het best wel... We zien er best wel chic uit vandaag. Maar gelukkig heb ik mijn Dr. Martens. Dat maakt alles nice. Okay. Het voordeel trouwens van lange rokken. Ja. Queen of Ladders in haar panty hebben. Echt erkend. We staan in Pop 18, een vintage winkel. En ik kreeg dus een DM van, ik denk een kijker. En zij zei van, kom gezellig langs bij ons. Echt superleuk. Dus hier zijn we. En ik zie echt al zoveel leuke dingen, jongens. Ik heb hier zoveel zin in. Het voelt zo raar om weer terug te zijn in een vintage winkel. Ik ben zo excited. En mee, say hi. En oké, mee. Dankjewel, mee. Ik zie net deze Spencer. Super cute. Hij is een beetje geelachtig, maar ik vind hem echt leuk. Het is wel 50. Blauw is ook wel lachen. Oh, wat leuk. Ja, dit is weer echt iets voor jou. Baby blauw. I love it. Gaat ze weer. Ze zijn 1 minuut in deze winkel. Allebei Spencer gevonden. En kijk, we doen de truc van ME. De eerste die ik zag. Maar ik vind de fit heel nice. Maar misschien vind ik dit een beetje gek. Nee, man. Get the quality now. Kijk. En hij is zo dun. Kijk, deze is wat leuker dan die van net. Oh, die vind ik ook leuk, ja. Ik vind ze allebei leuk, hoor. Echt een lente. En dan met wit eronder. Of niks eronder, hè. Dat kan ook. Of een wit t-shirt. Kijk hoeveel truien. Oh ja, en we mogen straks hier naar boven. Ze zei wel dat het een beetje een rotzooi was. Maar dat vinden we niet erg. Want ik vind het echt heel erg leuk om allemaal dingen uit te zoeken daar. Gaat het voor mij ook een beetje om. Waterloopplein vibes. Ja, Waterloopplein vibes. Ik zal wel hier iets inserten. Een videootje van ons. Ik had dus de donkerbruine trui. En ik vind dit echt een mooie kleur bij mij. Dus deze vind ik ook wel heel erg leuk. Je weet, ik ben niet echt een blousemens. Maar ik vind het wel leuk. Wel cool, alleen de binnenkant niet, maar de buitenkant. Maar dit is ook weer helemaal hot and happening. Maar juist dat het ook aan de buitenkant is, hè? Ah, ja. Ze zijn maar helemaal los aan het gaan. Oh, dat is jammer. Dat is niet iets voor jou. Dat is niet, maar dit was echt cute geweest. Dit is een mederstapel. Dit is mijn stapel. Oh my god. Kijk hoe leuk dit tasje is. Echt zo leuk. Oh, wow. Oh, het is echt heel groot. Oh, ik heb hier helemaal zin in. Wat cute is dit. Vet retro. Als je dan hier je jeans bij doet. Oh my god, en mee, ik zie tassen. We hebben de zomeritems gevonden. Wat is er? Zit je vast? Nee, maar ik ben ruimte aan het creëren. Ik dacht, je zit vast. Dan kun je hier normaal staan. Dat kan ook? Ja. Hoe vond ik uit? Hey maar. Ja. Oh, je zit in de trui. Oh nee. Ja, gaat goed. Hallo jongens. Dit is de trend voor het aankomende jaar weer. Oh, dit is zo van vroeger. Van die panelen. En dit gesmokte, maar dat is het bijna altijd. Alleen ik hou niet van de dunne bandjes. En ook is het, als het goed is, zijn wat dikkere bandjes weer in. En dan zitten wat roesjes en zo aan. Heb je daar gekeken? Ja. Kijk, ga ik nu daar kijken. Wat is dit? Jongens, wij willen eigenlijk door die tassen spitten.
allemaal de trend ook weer van nu, van dit jaar. I love. Je voelt je zo stom. Ik zit al in dan, oh no. Oh, oh. Sorry voor dit geluid. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, hè? Je merkt al, ik ga echt van hot naar her. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, waar ik moet kijken. Ik ben helemaal een beetje verstrooid ervan. Ik vind dit heel leuk. Oh my god. De Spencer wel leuk. Ik vind die bruine kleur dus echt super mooi. Ja, is het wel bruin? Ja. Oh, kijk die binnenkant. Ze hebben hier echt super mooie kwaliteit kleding en ook best wel veel merken. Oh, en dit hangt zo. Zo hangt. Ik weet niet of ik dat eraf kan halen, maar de kleur is echt heel mooi. Ja, laat ik even de good friend spelen. Je hebt het niet nodig. Je hebt heel veel jassen. Ik weet ik, maar ik heb geen goede trenchcoat. Eerlijk, hij is oprecht heel mooi. De kleur is je echt... geen goede trenchcoat? Nee, trench. Nee, even zeker. Ik heb een mondkapje dat ik hier niet versta. Donkerbruin en mijn echt serieus. Niet in de kleur, oké. Okay. Als we dat in zouden korten, dan gaat dit ten alle tijde altijd niet mooi vallen. En ja. Niet alleen in deze kamer, ook aan maar die moet kant. Dit, zeg maar, strak? Kijk, het past wel een beetje bij de jas. Want alles aan deze jas hier is bijvoorbeeld ook gewoon oversize. Ja. Dus ja, kijk, maar ja, jij houdt ervan. Ja, ik vind deze echt super mooi. Ik vind de kleur echt prachtig. Ik heb de blouse aan en ik vind hem heel erg leuk. Kijk, het is echt zo'n mooi fit. En ik heb de broek aan. Ik heb nog niet zo'n kleur broek. En hij past. Perfect. Ik moet alleen even wennen aan de lengte. Dat zei ik ook wel tegen mij. En Medio was echt aan het gillen. Zo mooi vond ze het echt. Ja, ook echt. Ja, ze was echt zo van, oh my god, het is echt mooi. En ik zat echt van, ik moet even wennen. Maar dat komt denk ik door de lengte. Maar hij is echt super mooi qua hier de waist. En hier past hij ook echt perfect. Wat is happening? Het is 4:10. Weet je wat ons plan was? We waren om 2:00. En we zouden daarna lekker Amsterdam in gaan. Lekker snacky. Oké, geen lucht. Met blues vind ik hem een beetje... Ja, net niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Leek een beetje op Harry Styles vibe. En ik wilde nog een Harry Styles style video maken. Inspired. Oké, ik heb de Spencer nu aan. Met een t-shirt. Even een random t-shirt die Emma heeft gepakt. Dus deze is helemaal leuk. Snel door. Als je een t-shirt zoekt en je wil even kijken hoe het staat. Of gewoon, je hebt nog een oud t-shirt met een print die je niet super vindt. Zoals deze. Je ziet het toch niet? Dat was even de tip van Emmee. Ik ben helemaal verliefd. Ik ben verliefd. Ik zag dit en ik dacht gelijk, oh vet retro. Maar super mooi ook op deze broek. En ja, gewoon echt prachtig. Echt super cute. Ik weet niet wat de prijs hiervan is. Oh jawel, deze was 12 volgens mij. Of 16. Ik weet niet meer. Ik ga straks alle prijzen sowieso even zeggen. Hij zit super comfortabel. It's quite a look. Dus dit is een trui. Ja, leuk. Do I really need it? Nee. Maar wel leuk. Het ligt er echt aan hoe duur deze is. Want dit weet ik ook niet hoe duur die is. Ik dacht de slang was. Ik had twee dingen. Ik heb twee dingen te passen. Romana die zit nu al op nummer 14 of zo. Echt niet waar. Ik heb alles gezien. Oh nee, dit zie je mee. Ja, nou en. Ik weet er even doorheen kijken. Oh, ik vind hem heel leuk. Leuk hè? Fuckeduk. Ja, dat is vervelend voor jou hoor. Voor je portemonnee. Ja, ik vond bij mij te groot. Ja, en ik ben 2:10. Dus voor mij pas. Nee, ik ben niet 2:10. Maar wel lang. Dan denk ik mensen als je er geen grap maakt. Ik maak een grap. Ga ik zo voor de spiegel staan, hè? Ja, ik wil het graag laten zien. Mijn trui. Leuk. Michigan. Noorden. Die mensen beneden denken echt, joe. Wat gebeurt er?
mij. Echt heel cute op deze broek. De volgende dag en ik wil je nog mijn items laten zien die ik gisteren heb gekocht bij Pop 18. Clarisse en haar dochter waren echt super super aardig, dus het was echt een top ervaring. Het was echt gewoon een private shopping voor mij en mee. Echt zo leuk. Ik heb deze 3 maanden niet vintage shop of 2 maanden, ik weet eigenlijk niet hoe lang, best wel ingehaald. Allereerst, deze broek heb ik gehaald. Het was echt perfect. Het is echt fantastisch. Instant verliefd toen ik dit truitje zag. Anyway, heel lekker retro. Deed me echt denken een beetje aan Harry Styles. Ik ben een beetje obsessief met Harry Styles. Kijk hoe cute. I love it. Hij heeft echt zo'n lekkere stof. Dan heb ik de linnen blouse gehaald. En op het kaartje stond 19, maar ze hadden voor 15 gedaan. Echt zo lief. Het is zo'n mooie blouse. Hij is echt prachtig. En jullie weten, ik ben niet echt van de blouses, maar deze vond ik echt super nice. En deze was 12,50. Echt heel leuk. Ik vond hem ook echt heel erg leuk op deze broek. En dan eigenlijk gewoon zonder iets. Je kan hem altijd nog met een col dragen of met een t-shirt. Maar ik vond het echt leuk zonder iets. Dus deze Spencer. Ik kan echt niet wachten om daar weer terug te gaan. Er waren zoveel leuke dingen. Ik ben echt goed geslaagd. Het volgende item wat ik heb gekocht is deze trui. En ik vond dit zo leuk. En hij is zo lekker zacht en chill. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En deze was voor mij €17 of zo. Het is wel echt een vintage store en dus niet een kringloop. Dat moet ik wel even erbij zeggen. Daarom is de prijs iets hoger. En dan heb ik nog 2 dingen van de eigenaresse gekregen. Echt super lief. En mij heeft ook 2 dingen gekregen. En 1 daarvan was deze trui die ik heel leuk vond. Lekker blauw met Michigan erop. Ik wil dus wat meer blauw dragen, want ik vind het wel heel erg leuk. Kijk, ik ben altijd obsessed met een goede crewneck. Dus deze was echt perfect. Ja, dan de Spencer. Heel leuk. Echt zo leuk. En deze heb ik dus ook gekregen. En hij was €16,50 normaal. Ja, een tasje erbij gekregen. En ja, ik vond het echt zo leuk. Ik had ook echt niet verwacht dat het een hele video zou worden. Maar ik had vintage shop echt zo ontzettend gemist. En natuurlijk kan je online dat ook wel doen. Maar ik heb gewoon een beetje gespaard. En nu kon ik dus lekker veel uitgeven aan dingen die ik echt nog niet heb. Dus dat vind ik wel heel erg nice. Oh. Ik vind het wel grappig, want ik kan echt nooit een goede thrifted broek vinden, als in een spijkerbroek. En deze past echt perfect. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond het in ieder geval echt super leuk om weer te gaan. De hele ervaring. Ik ben blij met mijn nieuwe spulletjes. Kijk zeker eventjes in de beschrijving. Daar zal ik de link zetten van Pop 18. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dus mocht je deze video nou leuk vinden, dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer voor meer video's. Ja, ik spreek je later.